Beste kijker, in ons vorige filmpje toonden we hoe dat u een thermostaat BPT 710 perfect kan koppelen aan een BPT 001 ontvanger. Vandaag gaan we u tonen hoe dat u de 710 makkelijk kan programmeren. Om uw thermostaat op een makkelijke manier te kunnen programmeren, raden wij u aan om eerst een tabel te maken. Een tabel waarin u zelf bepaalt van hoe laat u de verwarming op wilt laten springen en hoe laat ze terug moet afspringen. Doe dit in verschillende stappen, de stap van het weekprogramma en de stap van het weekendprogramma. Dan zullen we nu tonen hoe makkelijk u uw thermostaat kan programmeren. We hebben momenteel de thermostaat geprogrammeerd dat hij gekoppeld is met de BPT 001. We hebben onze tabel gemaakt van de graden en de uren dat de thermostaat zou moeten opslaan. Onze thermostaat is nu klaar om te programmeren. Wat we eerst moeten doen is de thermostaat programmeren dat hij de klok en dat hij de datum weet. Dat doen we door eenmaal op menu te duwen om hem wakker te maken. Nogmaals op menu te duwen om in de menumodus te geraken. We gaan nu naar het menutje klok. Klok, we bevestigen. En dan zegt de thermostaat dat het 5 uur 42 is. Op dit ogenblik leven we op 9 uur 47. Dus we gaan de klok aanpassen naar 9 uur 47. Ik bevestig. En dan heeft de thermostaat de datum nodig. Vandaag zijn we zondag 29 oktober. Dus we passen die aan naar 29, bevestig, en de maand is 10, en het jaartal is 2017. 17, zien we automatisch ook dat de dag op 7 staat, vandaag is het zondag, dus dat komt perfect uit. Ik bevestig terug met menu, ik hou menu even vast, en ik ben terug in het menu klok. We gaan nu verder in de programmeermodus. Knopje prog. Ik bevestig met menu. En dan zien we hier P1 staan pinkelen. P1 wil zeggen weekprogramma 1. De thermostaat heeft 7 weekprogramma's. Ik kan hier tot 7 programma's gaan programmeren. We blijven vandaag bij 1 programma. En we gaan eindelijk de tabel zoals we nu gemaakt hebben gaan inprogrammeren in de thermostaat. Ik bevestig met menu. Automatisch gaat 1 pinkelen van maandag, 2 dinsdag, 3 en zo verder tot 7 zondag. Als ik 1 stap verder ga, dus ik kan dag per dag gaan programmeren, ik kan 1 stap verder, dan gaat 1 tot 5 branden, zijnde van maandag tot vrijdag. Ik ga nu via mijn tabel hier van maandag tot vrijdag met dezelfde programmeermodus gaan werken, dus ik bevestig voor dit te programmeren. Dan zien we de thermostaat staan op schakelmoment 1. Schakelmoment 1 is hier om 6 uur 's morgens wil ik 20 graden halen. Dus ik pas de graden aan naar 20 graden. Bevestig ik. Dan vraagt hij om welk uur moet dat gebeuren. Dat moet gebeuren om 6 uur 's morgens. 6 uur. Ik bevestig en ons eerste schakelmoment is geprogrammeerd. Tweede schakelmoment is van 8 uur. 'S morgens moet ik 18 graden terug hebben. Ik ga graden instellen op 18 graden. Bevestig. En dat gebeurt om 8 uur 's morgens. Weer bevestigen we dat. En de thermostaat vraagt voor schakelmoment 3. Vullen we dan schakelmoment 3 in. Om 11 uur 30, 20 graden. En 11 uur 30 is geprogrammeerd. Volgende schakelmoment is om 1 uur terug naar 18 graden. Bevestigen we en is geprogrammeerd. En 's avonds om 7 uur mag het toestel terug naar 22 graden gaan. 22 graden bevestigen we en dat gebeurt 's avonds om 17 uur. Bevestigen we. En dan ons laatste schakelmoment van de dag is om 11 uur 's avonds zetten we de verwarming terug omlaag naar 18 graden. 18 graden bevestigen we en dat gebeurt om 11 uur 's avonds.
Op dit ogenblik is ons weekprogramma volledig ingevoerd. Ik druk terug op menu en hou het even vast. Dat we terug in PE-modus komen dag 1 tot 5. Ik druk nu op plus voor de volgende blok, zijnde van dag 6 en 7, zaterdag, zondag. Zaterdag en zondag hebben we minder schakelmomenten. Hier hebben we maar 3 schakelmomenten. Om 7:30 de verwarming aan naar 20 graden. Oké, gaan we dat zo programmeren. Ik bevestig. We gaan naar 20 graden. En dat gebeurt om 7:30. Ik bevestig dat. 'S Avonds om 5 uur mag het warm worden naar 22 graden. Bevestigen we. Uur. Ik bevestig weer. En we zetten de verwarming uit om 11:30 terug naar 18 graden. Temperatuur op 18 graden. Bevestigen om 23:30. Dit was ons schakelmoment nummer 3. In dit geval is het voldoende. We hebben geen schakelmoment 4 meer. Dus als ik nu bevestig met menu, komt er wel 4 te staan. Maar die blijft op 18 graden op 23:30. Ik druk menu en blijf drukken om terug uit deze modus te gaan. Ik druk weer. We zitten terug in PROG-modus. Nu staat de thermostaat volledig klaar. Al wat we nu moeten doen is de thermostaat in automatische modus plaatsen. Auto. We bevestigen dat. En de thermostaat gaat nu automatisch heel deze tabel afwerken met weekprogramma en met weekendprogramma. Op dit ogenblik is uw thermostaat volledig geprogrammeerd.